In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vorige overweging sprak de heilige Alfonsus ons over de liefde tot God. De liefde tot God die erin bestaat Gods heilige wil te vervullen. Vandaag gaat Sint Alfonsus daarop verder. Hij zegt: het is onmogelijk God te beminnen zonder tegelijk ook de naaste lief te hebben, de medemens. Het is namelijk hetzelfde gebod dat ons beveelt God als ook onze naaste te beminnen. De heilige Johannes zegt: dit gebod hebben wij van de Heer ontvangen, dat wie God bemint, ook zijn broeder moet beminnen. Sint Thomas trekt de conclusie dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste dezelfde deugd is. Indien wij dus één van beide aspecten niet bezitten, bezitten wij de liefde helemaal niet. Zijn wij niet in staat van genade. De heilige Catharina van Genua, zij sprak eens tot onze heiland: o Heer, gij beveelt mij mijn naaste te beminnen, maar ik kan niemand anders beminnen dan u alleen. En wat antwoordde onze heiland? O Catharina, gij dwaalt. Wie mij bemint, bemint immers ook iedereen die door mij wordt bemind. Wij moeten elkander beminnen, mijn dierbaren, omdat God ons bemint. En daarom zegt de heilige Johannes: als iemand beweert dat hij God bemint, terwijl hij ook een afkeer heeft voor zijn naaste, die persoon is een leugenaar. Christus beschouwt namelijk het goede dat wij aan de minsten van zijn broeders bewijzen als aan hem gedaan. En daarom schrijft de heilige Catharina: wilt gij zien hoezeer iemand God bemint? Kijk dan hoe deze persoon zijn naaste behandelt. De liefde is de ziel van het christendom. En zo lezen wij ook over de eerste christenen. De menigte van gelovigen was één hart en één ziel. Zij hadden inderdaad de woorden van onze heiland goed begrepen. Daaraan zal men herkennen dat jullie mijn leerlingen zijn, dat gij elkander bemint. Wie de naaste liefde niet tracht te beoefenen, kan niet met volle recht katholiek heten. Onmogelijk. Vervolgens legt de heilige Alfonsus uit hoe wij de naaste liefde kunnen beoefenen. En dat gebeurt allereerst in onze gedachten. Dat komt namelijk eerst op de eerste plaats. Eerst de gedachten, dan de daden. Het voornaamste deel van de mens is de ziel. En het voornaamste vermogen van de ziel is het verstand. Jammerlijk genoeg, mijn dierbaren, zondigen wij ook het vaakst tegen de naaste liefde met onze gedachten. Indien wij de naaste liefde willen beoefenen, moeten we dus allereerst trachten elk vermetel oordeel, ieder wantrouwen, iedere ongegronde argwaan te vermijden. Het is een grote schuld, een grote fout, iemand van een misdaad te verdenken, zomaar. Of aan de onschuld van iemand te twijfelen.
Nog erger is het zonder gegronde reden aan te nemen dat iemand van kwade wil is. Oordeelt niet opdat gij ook niet geoordeeld wordt. Want gelijk gij de anderen oordeelt, zo zult ook gij beoordeeld worden. Natuurlijk, indien er daadwerkelijk bewijzen bestaan, zijn er wel gegronde redenen. Maar in de meeste gevallen moet men zich van iedere ongunstige mening onthouden. De heilige Paulus zegt immers, de liefde denkt geen kwaad. En ook Sint Augustinus zegt, niemand is ooit gepijnigd geweest door iets goeds te denken over de naaste. Herinneren wij ons ook het verwijt van onze heiland, dat hij tot de fariseeën sprak, waarom denkt gij toch kwaad in uw harten? Vervolgens, zegt Sint Alphonsus, moeten wij ons hoeden om als onderzoeksrechters naar de gebreken van de anderen te gaan zoeken en vragen. En dikwijls worden de dingen door de mensen anders voorgesteld dan dat de waarheid is. Als men u valselijk beschuldigt, mijn dierbaren, dan moeten wij dit aangrijpen om ons te beoefenen in de nederigheid. En niet op zoek gaan, wat kan ik over de anderen dan zeggen? Nee, we moeten zeggen, zoals Sint Augustinus, ach, gij beste kwaadspreker, dat wat gij over mij vertelt, is nog maar het minste kwaad. Gij moest eens weten wat God over mij weet. Overeenkomt de naaste ook enig leed, dan verlangt de liefde dat wij tenminste in het hoger gedeelte van onze ziel leedwezen ondervinden. Ons lagere gedeelte, onze zondige natuur, ondervindt misschien vreugde, slechte gedachten bij het zien van het leed van onze naaste. Maar dat mag niet zomaar in onze ziel heersen. Wij moeten wenenden zijn met de wenenden, zoals Sint Paulus zegt. En trachten wij de nood van onze naaste door een woord of een werk te verzachten. Anderzijds verlangt de naastenliefde dat wij ons verblijden ook in onze gedachten over de welvaart van onze naaste. Dat we gevoelens van afgunst onderdrukken. We mogen innerlijk het voordeel van de naaste nooit als ons eigen nadeel beschouwen. Hem in gedachten dat goed misgunnen. Hierin zouden wij lijken op de duivel. De Heilige Schrift zegt, door Satan zijn nijd, zijn jaloezie, is de dood in de wereld gekomen. En, zo zegt de Heilige Schrift, hem die de duivel toebehoren, handelen nijdig. Herinneren wij ons de parabel van de arbeiders in de wijngaard, welke de eerste, waarbij de eersten het loon van de laatsten, het loon van de naasten, misgunden. Onze lieve Heer sprak echter, zijt gij kwaad omdat ik goed ben? De gunsten van de naasten, door God geschonken, zijn steeds zijn geschenken. Hebben wij dus goede gedachten daarover? Na het beoefenen van de naaste liefde in gedachten, wil de heilige Alphonsus ons beleren over de naaste liefde in woorden. Woorden zijn namelijk uitgedrukte gedachten. En in het spreken moeten wij ons vooral behoeden van neigingen tot eeroof. En willen wij tenminste in staat van genade blijven. De heilige Hieronymus zegt dat vele christenen het toch wel op dit punt moeilijk hebben. Hij zegt, sommigen kunnen hun tong niet bewegen zonder iemand te verwonden, zonder kwaad over iemand te vertellen. De heilige Alphonsus
zegt dat we vooral moeten vermijden kwaad te spreken over oversten, priesters, ouders. Als men namelijk hun eer beschadigt, dan rooft men de liefde en ook de eerbied en de gehoorzaamheid uit de harten van uw toehoorders. Men maakt zich bovendien schuldig aan kwaadspreken, niet alleen door het kwaad onnodig te openbaren, maar eveneens kan men dat doen door de goede werken van anderen verkeerd uit te leggen of slechte bedoelingen toe te schrijven. Men zondigt ook door het woord als men de lof bestrijdt die iemand rechtmatig toekomt. Het trachtte dus mijn dierbaren goeds te spreken over de kinderen van God. De heilige Maria Magdalena de Pazzi gaf volgende raad. Van een afwezige moet men niet zeggen wat men in zijn aanwezigheid ook niet zou zeggen. En hoort gij iemand kwaad spreken, geef geen toestemming of gij zondigt mee. Blijven wij stil bij zulke kwaadsprekerij, slaan wij onze ogen neer en keuren wij met ons gelaat dat af. Wezen we ook op onze hoede onze naaste iets mee te delen wat kan zijn tot nadeel van de anderen. En zeker niet dat wat men horen heeft zeggen. Uit die oorblazerij, het vertellen van zomaar dingen die men gehoord heeft, ontstaat oneenigheid, vijandschap. En de Heer, zo zegt de Heilige Schrift, verafschuwt met zijn hart diegenen die tweedracht zaaien. Hebt gij iets ongunstigs gehoord van uw naaste, het sterven met u? Zo het boek der Spreuken in de Heilige Schrift. Verder dienen wij, betreffende de naastenliefde, in onze woorden erop te letten, in onze gesprekken geen kwetsende woorden te gebruiken. Ook dat is in strijd met de naastenliefde. Trachten wij niet zomaar discussies aan te gaan. Vele mensen hebben een geest van tegenspraak in zich. Sommige mensen hebben een geest van alles in twijfel te trekken. Ook dat kan tegen de naastenliefde zijn. Soms komt in ons de gedachte op, dat of dat, dat kan ik niet zo laten. Ik moet mijn recht aantonen. Ik zal die persoon het eens duidelijk maken. Wat een gedachte voor een katholiek. Kardinaal Bellarminus, hij zegt, 1 gram van naastenliefde is in zulke gevallen beter dan 100 wagens vol met recht. Zeggen wij onze mening, blijven wij kalm en laten wij de hardnekkige in zijn opinie, maar begaan wij geen zonden. Laten wij eveneens allen in naastenliefde vriendelijk en zachtmoedig bejegenen. Zachtmoedigheid is de deugd van het goddelijke lam. Wees zachtmoedig, bijzonder tegenover de personen waarvoor u een afkeer gevoelt. De liefde is geduldig, de liefde verdraagt alles. En ook onze Heiland sprak, als gij enkel hartelijk zijt met uw vrienden, gelijkt gij dan niet tot de fariseërs? Wie de gebreken van zijn naaste niet zachtmoedig wil verdragen, hij bezit geen ware naastenliefde. Niemand, hoe deugdelijk ook, is vrij van gebreken. Beseffen we dat? En de heilige Paulus maant, draagt elkanders lasten. Hoe liefdevol bejegende onze zaligmaker Judas in de Hof van Olijven. Voordien waste hij hem nog de voeten om zijn hart aan te raken. En wij zouden geen geduld met elkander kunnen hebben.
De arts haat de ziekte, niet de zieke. Het kan niet zijn dat we elkander toch niet meer groeten en niet meer voor elkander zouden bidden. Trachten wij in elk geval onze toorn te matigen over de zonden of de gebreken van anderen? En vervallen wij niet in stemverheffingen, in beledigende woorden, in trotse houdingen? En als iemand ons wel zo aanspreekt, op zulke manier, en zoeken wij dan onze heiland op, verenigen wij ons met de verguisde en versmade heiland? Antwoorden wij zulk een iemand steeds met een zacht woord? Zo zegt de heilige Gregorius. Want zoals een vuur geen vuur kan doven, zo kan ook geen hard weerwoord een toornende tot bezinning brengen. En als wij daarentegen ook zelf iemand beledigd hebben, maken wij dan zo snel mogelijk weer goed. We weten wat onze heiland leerde. Als gij uw gaven naar het altaar brengt en u herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gaven voor het altaar achter. Verzoen u eerst met uw broeder en pas dan en enkel dan kom dan terug om uw offer op te dragen. Soms, zegt de heilige Alfonsus, moet men deze poging tot eenheid uitstellen, na gedaan verzoek, omdat de ander het niet wil. In elk geval kan men dan met het opdragen van de gave voor de andere partij bidden. En Christus beminnen tenslotte, en wees het ten zeerste overtuigd dat u de deugd van de naastliefde moeten beoefenen. Het moet. Het is de wil Gods. Toen de heilige Johannes oud was geworden, grijs en bijna 100 jaar oud, herhaalde hij steeds dezelfde woorden. Kinderkens, kinderkens, bemint elkander, kinderkens, bemint elkander. De leerlingen van de heilige apostel Johannes dachten dat dit eentonige herhalen aan Johannes zijn ouderdom te wijten was. Ze glimlachten. Maar Johannes richtte zich op en sprak helder en met een opgeheven vinger: bemint elkander. Dat is het gebod des Heren. De onderhouding daarvan, zo sprak hij, maakt u zalig. Het zondigen ertegen zal eeuwige verdoeming betekenen. Onthoud dat. Mijn dierbaren, dat was het testament van de lievelingsleerling van onze heiland. En nemen wij zijn woorden te harte en doen wij er werkelijk aan. En zeker bij deze vastentijd, elkaar de naastenliefde te tonen. Ook hier, in onze kerk en in onze gemeenschap. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.